Zaterdagmiddag begint op RTL 4 een nieuw seizoen van het klusprogramma Klusje Rijk. Met een nieuwe presentator, Middelburger Sebastiaan Hoekman. Een show over duurzaamheid. Nou, het Klusje Rijk is een programma waarin drie kandidaten, die wonen in Leeuwarden, Enschede en Rotterdam, op een bepaalde manier aan hun huis gaan klussen en daarmee hun energierekening omlaag krijgen. En uiteindelijk wie dat het beste doet en het meest efficiënt mogelijk en met zoveel mogelijk enthousiasme, die wint 10.000 euro. Voor de Middelburger, die al wel onder meer het voormalige Maximaal TV en Omroep Zeeland op zijn cv heeft staan, is het zijn debuut als presentator op de nationale televisie. Nou, eigenlijk is het een beetje via gegaan en ik was bij een editor en ik gaf mijn kaartje voor voice-over werk. En hij werd gebeld door het productiebedrijf wat Klusje Rijk maakt. En toen vroegen ze van, is het misschien wat om auditie te doen? Nou, heb ik een paar filmpjes gestuurd en plotseling ging het heel snel. Binnen 2 weken was het geregeld. RTL 4 was akkoord, zij waren akkoord, de sponsor was akkoord. En toen was ik in één keer presentator van Klusje Rijk. Voorlopig blijft hij echter nog erg nuchter onder het vooruitzicht. Ja, dat is wat, hè? Hier staan 2 grote. Ja, kijk, ik denk altijd maar zo van, ik ben maar een jongen uit Zeeland. En dat het landelijk is natuurlijk hartstikke tof. En op zich vind ik het nu wel een beetje spannend worden. Omdat morgen dan, of zaterdag, is dan de eerste aflevering. Maar op zich het werk zelf, ja, je bent zo geconcentreerd bezig dat je er eigenlijk niet bij stilstaat. Nu begint het pas echt. En inmiddels weet hij natuurlijk ook alles van verbouwen en duurzaamheid. Inmiddels wel. Dat wist ik natuurlijk in het begin helemaal niet. Want ja, de eerste dagen waren ook best pittig hoor, want dan kom je daar en dan gaat het over HRE-ketels en over zonnecellen en warmtecellen. En weet je wel, ja, ik had echt zoiets van, het is dit joh. Maar nu begin ik zo langzamerhand toch wel een klein beetje richting de expert te gaan, zeg maar. Klusje Rijk wordt uitgezonden op zaterdag om 4:55. Een dag later wordt het herhaald om 1:30 middags.